Johan Derksen, verkeerde grap, maar geen spijt. Amsterdam, met een compromisloos statement opende Johan Derksen maandagavond de uitzending van Veronica Inside. Ik bied mijn excuses niet aan, ik trek het boetekleed niet aan, en ik ga niet door het stof, zo zei de tv-persoonlijkheid. Toch erkende hij later dat hij een week geleden een verkeerde grap maakte. Derksen vroeg tijdens de vorige uitzending, terwijl er een Zwarte Piet werd getoond, of het zeker was dat de controversiële rapper Akwasi niet in een pak zat. Nadat de pijnlijke grap 2 dagen later in een verknipt fragment over het internet begon te zwerven, ontstond er een storm van een omvang die het programma niet eerder had meegemaakt. Eerst bleek een actie om adverteerders bij het programma weg te trekken, gehoor te vinden bij een aantal merken. Vervolgens bereikte de rel afgelopen vrijdag zijn climax toen de spelers van het Nederlands elftal besloten om Veronica Inside in de ban te doen. Dat dit bij de hoofdrolspelers niet in de koude kleren is gaan zitten, blijkt wel uit het feit dat Wilfred Genee en René van der Gijp afgelopen weekend bij Johan Derksen thuis in Grollo langsgingen. Daarbij drukten Genee en van der Gijp hun collega op het hart om voor de verandering eens naar de criticasters te luisteren. Luisteren kan geen kwaad, zo vatte Genee samen, die vertelde dat ze onder meer hebben geprobeerd om rapper Akwasi zelf naar de televisieuitzending te halen. Hij weigerde. Ook Humberto Tan, Hendriks Maduro en Ruud Gullit voelden er niets voor om Derksen live in de studio te vertellen waar de pijn voor hen zat. Je moet je eigen brandje blussen, zou Gullit hebben gezegd. Humberto Tan bevestigt aan de Telegraaf dat hij een goed gesprek met Genee heeft gehad, ook al zijn de twee geen beste vrienden. Ik ga alleen toch niet aan Johan uitleggen waarom racisme erg is. Ik heb tegen Wilfred gezegd, jij weet zelf hoe het is. Ik hoop niet dat jouw kinderen nooit thuiskomen met vreselijke verhalen, vertelt hij, doelend op de Perzische komma van Genees vrouw. Genee was tijdens de uitzending zichtbaar zenuwachtiger dan gebruikelijk. Hij opende het gesprek met uitleg voor de mensen die Veronica Inside voor het eerst keken. Daarbij omschreef hij zichzelf gekscherend als een pedante, irritante presentator met geverfd haar die zijn gasten zoveel mogelijk tot vier lijnen uitspraken probeert te verleiden.